afgelopen week in Violetta. Violetta ontdekt dat Lucinda een van haar liedjes gestolen heeft. Lucinda biedt haar excuses aan en belooft alles op te biechten over het lied. En dus vergeef ik je en ik laat jou praten met Marotti. En haar aanwezigheid in de studio. Je kunt niet voor Umix en de studio kiezen, dat kan niet. Ja, ik weet het. In de hoop Federico terug te winnen doet Lucinda een belofte. Praat met Marotti, zeg dat het een lied is van Violetta en stop met Umix. Maar dat ga je niet doen, hè? Prima, ciao. Wacht, ja! Ja, ik ga hem bellen en ik neem ontslag. Maar ze blijft dubbel spel spelen. Ik word de nieuwe ster van Umix. Zo mag ik het horen. Als Marotti ontdekt van wie het liedje is, eist hij de garantie dat Umix het mag gebruiken. Misschien. Maar dan wil ik wel een autorisatie, getekend door Violetta, ja? En Lucinda regelt dat. Het is dat of ik vertel alles van Roxy aan Leon. En ik ken Leon, dat vindt hij niet leuk. Intussen raakt Leon steeds meer in verwarring. Ik trok altijd als een magneet naar Violetta, maar toen kwam Roxy en bij haar heb ik dat ook. En nu met Violetta en Roxy. Echt, ik wist niet dat ik nog iemand zo leuk zou kunnen vinden. Violetta moet de situatie onder ogen zien. Ik moet de moed vinden om te accepteren dat je de keuze maakte iemand anders toe te laten. En Roxy heeft daar niks mee te maken. Maar als Leon de knoop doorhakt, ik kies voor jou, Roxy, kan Violetta zich daar niet bij neerleggen. Maar ik kan jou niet vergeten. En ik heb het gevoel dat ik dat nooit zou kunnen. Het is uit tussen ons. En dat moet je accepteren. Ze beseft dat ze met haar dubbelrol als Roxy... Als zij er niet was, zou je me dan nog een kans geven? Luister naar me. Het is over tussen ons. Het verhaal is afgelopen, oké? Okay? Een grote fout heeft gemaakt. Maar toch, elke keer als ik je zie en ik in je ogen kijk, voel ik iets heel sterks. En ik weet dat jij hetzelfde voelt. Benieuwd hoe dit afloopt? Violetta zie je elke maandag tot en met vrijdag op Disney Channel.